Welkom bij deze screencast. In deze screencast ga ik een virtuele softwarematige router maken. En dat gaan we doen met behulp van pfSense. Op mijn computer heb ik een Airport Express die als WAN-kant straks gaat fungeren. Ik heb dan hier in het midden mijn router. Dat wordt dan straks pfSense. En aan de LAN-kant de twee Ethernet-poorten die samen een Ethernet-poort delen van de iMac hieronder en straks met behulp van een VM waar OS 10.8 op draait, gaan we dit allemaal testen. Dus het doel is nogmaals om een softwarematige router te maken waardoor het onderliggende systeem gewoon in mijn eigen netwerk zit en ik hier een Mountain Lion in een eigen netwerk kan draaien achter deze router. Daarvoor moeten we dus eerst pfSense gaan downloaden. Via de website pfSense.org en dan naar downloads kunnen we hier naar de mirrors om er daar eentje uit te gaan zoeken en te gaan downloaden. Ik heb hem al gedownload, maar ik laat even zien hoe dat zit. Hier hebben we bijvoorbeeld Amsterdam. En dan gaan we op zoek. In mijn geval heb ik een live cd genomen voor de i386. En dat is hier een ISO, die kan ik dan gaan downloaden. Vervolgens ga ik hem maken in VMware. En ik ga dus een nieuwe virtual aanmaken. We gaan hem koppelen. De cd, de ISO aan de pfSense Live CD. Hij ziet vanzelf dat het een Linux distributie is. De volgende, we gaan het eventjes aanpassen. Als naam ga ik maar eventjes nemen pfSense Demo. En je ziet dat ik hier één netwerkkaart heb. Ik ga dus allereerst een netwerkkaart erbij plaatsen. Die tweede netwerkkaart die ga ik aan mijn Ethernet koppelen. En de eerste netwerkkaart die ga ik dus aan het wifi koppelen. Die op dit moment nog uitstaat. Maar die ga ik zo meteen even aanzetten. Vervolgens laat ik alle standaard instellingen zo staan. 1 processor core, 512 MB. Niet zo spannend allemaal. Ik ga even ondertussen mijn wifi ook aanzetten. Zodat we dat nog kunnen zien. Daar is die. Wifi op de ene kaart. Ethernet op de andere kaart. En dan gaan we starten. Allereerst krijg ik een bootmenuutje te zien. En ik kies hier voor optie 1. Een standaard boot. En dan zoek ik de i-toets op mijn toetsenbord alvast op. Want straks krijg ik de mogelijkheid om of de live cd te draaien of de install te gaan doen. In dit geval ga ik een install doen. Je ziet het ongeveer in het midden van het beeld staan. Press I to launch the installer. Dus dat gaan we doen. De I. Ik zal eventjes aan de achterkant deze even wegklikken, dan hebben we wat meer overzicht. Ik ga de standaard settings accepteren en de quick and easy install uitvoeren. Ook kiezen we hier voor de standaard kernel. Rebooten. Ik krijg opnieuw het menuutje. Ik kies opnieuw voor 1. En vervolgens zien we de twee netwerkkaarten bovenin staan. De LE0 en de LE1. De LE0 wordt straks mijn WAN-kaart, verbonden met de wifi-kaart, de airport.
En de LE1 is straks mijn LAN-kaart die is verbonden met Ethernet. De vraag onder in het beeld zie je staan. Do you want to set up VLANs now? Kies er nu voor niet. En vervolgens gaan we de WAN-interface opgeven. En dat is in dit geval LE0. De LAN-interface is dan LE1. En automatisch zie je ook staan dat de firewall en NAT-mode aangezet wordt. We hebben geen optionele interfaces. En we willen uiteraard doorgaan. Vervolgens zien we dat de WAN-kant een IP-adres heeft gekregen automatisch via de DSP-server 192.168.1.162. Die laat ik zo staan. Dat blijft mijn WAN-kant. En de LAN-kant ga ik zo meteen wijzigen. Dat kan in het menu met optie 2. Set interfaces IP-address. En vervolgens kies ik weer voor optie 2 omdat ik de LAN-kant wil configureren. We gaan het IP-adres opgeven. In dit geval kies ik voor 10.0.0.1. Het subnetmasker moet je kiezen met behulp van een getal, de CIDR-notatie. Dus een /24 zou dit zijn 3x255.0. Dus ik geef op 24. De vraag is of ik een DSP-server aan wil hebben. In dit geval vind ik dat wel makkelijk. Kies voor yes. En dan gaan we de reeks opgeven, 10.0.0.100. Startadres 10.0.0.200 als eindadres. En we willen de webconfigurator uiteraard aanzetten. Je ziet dat je straks verder kan configureren met behulp van de webconfigurator op het adres 10.0.0.1. En zover dus de installatie van pfSense. Vervolgens gaan we verder met een client. Ik heb hier een OS 10.8 client. Om even te laten zien dat de netwerkkaart gekoppeld is aan de Ethernetpoort, kun je dat hier even controleren. En als we ingelogd zijn, gaan we als eerst even naar de System Preferences. Om te kijken hoe het met ons netwerk zit. Die we keurig via DSP een IP-adres zouden moeten krijgen. Dat is nu nog een 192 adres. Alles staat nog op automatisch. Dus met behulp van een renew zouden we een nieuw IP-adres moeten krijgen. Deze keer keurig netjes in de 10.0.0.100 reeks. Ziet er verder goed uit. DNS staat ook allemaal in orde. Alles staat standaard. Local domein heeft hij ook standaard gekregen. En dit is dan het IP-adres. De volgende stap is dat we dus gaan kijken of we kunnen internetten. En dat blijkt nog niet het geval te zijn. Dus blijkbaar moeten we nog iets gaan configureren. We gaan dus naar die 10.0.0.1, die webconfigurator. En we kunnen inloggen standaard met admin en als wachtwoord pfSense. Aangezien ik die straks toch ga wijzigen, het wachtwoord, hoef ik die nu niet op te slaan. En worden getrakteerd op een wizard. We kunnen een naam opgeven, we kunnen het domein opgeven. En eventueel een DNS-server als we willen. Maar we kunnen ook het vinkje laten staan dat DNS wordt override by de DSP op de WAN-kant. En als het goed is, krijgt hij deze een IP-adres op de WAN-kant. Dus dat moet in orde komen. We kunnen de tijd nog even aanpassen naar Europe Amsterdam. De WAN-interface laat ik staan op DSCP. Eventueel zou ik hier een IP-adres kunnen invullen statisch. Als ik dan deze op statisch zet, kan ik hier een IP-adres invullen. Maar
In dit voorbeeld laten we de wandkant op DHCP. Volgende. De IP-adres van de landkant met het subnetmasker. Nu kan je wat geavanceerder zijn. Maar we laten ook deze staan op slash 24. Hier kun je het admin paswoord gaan wijzigen. En moeten we een reload gaan doen. We kunnen hier klikken om verder te gaan. We krijgen keurig net het dashboard te zien waarin de meest voorkomende zaken aan ons getoond worden. Waaronder de WAN en de LAN-kant, de kaarten en de IP-adressen. En allerlei andere gegevens zie je hier. Wil je nou nog meer? Dan kan je uiteraard via de verschillende menu's kan je allerlei opties gaan aangeven wat de mogelijkheden zijn. Behoorlijk wat. Maar in basis hebben we nou een configuratie goed gedaan. Opnieuw kunnen we gaan kijken of we nou internet hebben. En het ziet er allemaal keurig uit. Dus in ieder geval hebben we een mooie router gemaakt. Een NAT router met pfSense. Ik wens je veel plezier ermee. En wellicht tot de volgende screencast.